Ferret, vandaag weer een berenwedstrijd gekiept, alle ballen eruit gehouden en dan toch met 3-0 verliezen. Ja, het is gewoon zuur. Hè, dit. Wij spelen eigenlijk een heel slechte partij, als ploeg zijnde. Weinig inzet, voetballend niet goed. En dan krijg je dit, dan roep je het een beetje op je af. En dan ja, zeker naar die rode kaart van Ramon. Dan krijgen ze natuurlijk vleugels en dan zakt het een beetje weg bij ons. Waardoor het standaard 3-0 wordt, jammer genoeg. Ja, rode kaart voor Ramon Voorn. Ja, daar was je misschien iets verder af, dan kon je het precies zien. Vincent Janssen was het eerst een trekkende duwen, dat wordt niet bestraft. En dan is het zijdelings van de goal, volgens mij geen doorgebroken speler, toch een rode kaart. Ja, daarom. Ik denk dat je wel een beetje milder kon zijn en gewoon geel geven. Maar hij trekt rood en wat moet je daar dan op zeggen? Dan ben je weer benadeeld op dat gebied. Maar in het algemeen, het was gewoon geen goede wedstrijd van ons. En daar moet over gepraat worden, maar daar moeten we uitkomen. Het is natuurlijk jammer dat je 4 wedstrijden achter elkaar punten pakt en dan het eigenlijk zo makkelijk op deze manier weggeeft. Dus we gaan maandag de kop bij elkaar steken en daarover praten. Een ander moment waar jij wel korter bij stond, wat je beter kon zien in de eerste helft, hoe Vincent Janssen naar mijn inzien een duidelijke elleboogstoot richting Sjoerd Linzen geeft, die ook geblesseerd werd. Dat was voor mij wel een rode kaart. Ja, inderdaad, maar dat ziet de scheidsrechter dan weer niet. Ik kan het ook slimmigheid van de spits noemen, het was een goede trouwens. Alleen, dat is natuurlijk, scheidsrechters die maken ook fouten. En dat weten wij heel goed als Fortuna Sittard zijn. Maar er zijn dingen die in de wedstrijd gebeuren. En één keer fluit hij wel, de andere keer niet. Dus daar kan je achteraf eigenlijk niet meer veel over zeggen. Ja, nogmaals, jij keept een goede wedstrijd. De eerste goal was ook absoluut buiten jouw schuld. De bal werd door Sjoerd Linzen geraakt. Helemaal met een boog wel overheen in de tweede dinges. Maar hoe je zegt, de rode kaart van Ramon, dat heeft de doorslag gegeven. Toen kwamen ze erin en toen scoorden ze ook de kansen. Want in feite, hun hadden meer kansen, betere kansen dan ons. Ja, natuurlijk wel eigenlijk weinig te zeggen. En het was een beetje tegenhouden tot zover we konden. En ja, na die rode kaart, zakte het eigenlijk een beetje weg achterin. Ga je man op man spelen en zij kon heel gemakkelijk doorkomen. Dus dan krijg je nog te worden, nog 3-0 zeg maar. Dus valt weinig over te zeggen. Is het dan toch niet dat we wel achterin het goed normaal kunnen tegenhouden, maar dat we gewoon voor het tekort komen, dat we daar mankracht, doelpunt de power bij moeten krijgen? Ja, je zag vandaag was het een beetje moeizaam natuurlijk. Normaal kregen we elke wedstrijd wel goede kansen, alleen maken we ze niet af. Alleen vandaag hebben we eigenlijk vrij weinig gecreëerd. Ik zeg het, als je met die instelling de wedstrijd in gaat, dan kan je niemand de schuld geven. Dan moet je gewoon naar jezelf kijken. En het minste wat je kan doen is vechten en gewoon inzetten. En gewoon echt alles aan doen om niet te verliezen of om toch te winnen. Alleen dat ontbrak vandaag. Komende vrijdag thuis tegen FC Os, laatste thuiswedstrijd voor de winterstop. Wordt dat de eerste overwinning, de thuisoverwinning van dit seizoen? Ja, we weten dat Os natuurlijk een heel goede ploeg is dit seizoen. En we gaan er natuurlijk alles aan doen om die partij te winnen. En om rustig aan terug naar de middenmoot te kijken. Maar eerst moet wel over deze wedstrijd gepraat worden en dat gaan we maandag doen. Oké, dankjewel. Dankjewel.